Nooit!
medaille in beter, toch? Medaille voor de winnaar, voor de verliezer, beter om te winnen. Ja, de punten zijn opgeteld. We hebben een winnaar. En de winnaar die komt uit de blauwe hoek. Ja! En ook een applaus voor Maartje Blauwboer. We gaan door naar de volgende partij in de blauwe hoek. Vanwege de veiligheid. We hebben een winnaar die komt uit de rode hoek, Jarod Danko. En ook een applaus voor Jamie Kroon van Scorpio Jam. Hey, lekker! Ik ga niet!
Krabbel. 1, 2, is trappen. Hé, door het voor, jongen. Hé, lekker, ga door. Niet door de hoofd, directeur. Kijk. Zie. Kijk naar mij. Hoor niet op door. Die keeper nou, hè. Hoop, gaat ze door. Hey, lekker, jongen. Hé, goed. Nog een keer. Hé, lekker, die zware trappen. Hé, goed. Super. Dat is goed. Dat werkt goed. Nee, die maken hem helemaal af, joh. Dat is goed. Later. Kom maar mee. Jason, probeer onze kniezen. Hij staat hier voor open. Loos, doe het. Je hebt geen knieën gemaakt. Adem in, blaas dat. Trap, trap, trap. Als je het niet wacht, blaas het eerst voor. Klaar? Laatste ronde. Laat hem naar je toe. Haal hem naar je toe, zie. Doe je, kom. Hé, goed. Nou, oké. Hé. Ja. Blijf maar. Hé, nog een keer die knieën. Alle leger niet meer stoppen onder ons. Hop, niet hey! Doe dat! Drie, ja! Goed zo! Nog een proberen, kom maar! Hey! Goed! Goed! Hey! 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 We moeten niet naar het oog, we hebben maar het oog of zo. Kom maar, Jochie, kom maar, 1, 2, kom maar, zie. Nee, pluk, haal die benen op. Hé, hé, hé. Probeer het goed zo, jongen. Ja, kom op, 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 kom op
einde eerste ronde. Gaan we weer.
En dat was klaarstaan voor de volgende partij. Mike Vanenveld in de rode hoek van Sportacademie Salak tegen de Manaye Wesseling van Team Aard in de blauwe hoek. Dat was klaarstaan. Gaan we staan maar voor de tweede ronde. Hij staat al in tempo. Applaus voor deze twee kanjes. En de jury is nog. En die komt uit de rode hoek. Joe Huisman. En ook een applaus voor Scott Hilgering van Scorpio Gym. Hij En we gaan door met de volgende partij in de rode hoek. Mike Vanenveld.
van Sport Academy Sillak tegen Damar Damanai Demini. Wesley. Damani. Van Klimaat. Jongens, water weghalen. Ja. Binnenkant!
Ja, dames en heren, we hebben een juryuitslag en de winnaar die komt uit de rode hoek. En applaus voor Demini Westering van Team Aard. Van deze partij Noord. Ja, ik ben er nog.
Pak die rechts. Rechts, rechts, doen. Kom ja. Eén, twee, Sina. Nog een keer. Hier. Wat? Doei. Nog een keer. Blijf actief in die kringsmijzen. Eén, twee. Op die kom. En die kring. Juist. Sina, pak die afhouden in rechts. Afhouden rechts. Door, door, door combineren. Kom, door. Nou, door. Dit is goed. Einde van deze partij. We hebben een unanieme uitslag en de winnaar komt uit de blauwe hoek, Selina Puur. Oké, graag de volgende vechters naar de ring voor partij nummer 8. Quinty van Dijk vanuit blauwe hoek en Habiba El Hajoui voor de rode hoek. Hoe loop ik vanuit? 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Geef beide dames applaus. We hebben twee winnaars. Hey, Nordi. Hoe lijkt het? Ja, als je klappen.
Thank you.
Oké, dat was een leuke partij. Beide vechters hebben hard geknokt. We hebben ook twee winnaars. Geef een applaus. Dit is de eerste partij van de mini-competitie. Dat betekent dat ze meerdere partijen zullen draaien de komende tijd. Dezelfde gala. Nee, vandaag. Vandaag gaan ze meerdere partijen draaien. En in Arena ook nog. We hebben drie vechters van hetzelfde gewicht. Dat zou betekenen dat er één geen partij heeft. Dus we maken een kleine competitie. De winnaar krijgt 3 punten. Bij een onbeslist 1 punt. De verliezer krijgt 0 punten en dan trekt iedereen tegen elkaar en dan heeft iemand de meeste punten. Mensen winnen een prijs. Mensen winnen een prijs. Nou, even samengevat, ze zullen de prijs gaan winnen. Blok die loopt.
Overstroomte, dit is geen limber, hè? Oh, dit is een toch wel. Vandaag is het niet. Hey, Rina, druk er weg met je stoorten hier. Vechters naar midden. Voor de prijs. Nee. Ze hebben een mini-kop. Oh, mini-kop is. Nou, beide dames zullen 1 punt krijgen, want we hebben 2 winnaars. We gaan ze later op de manier van de hand. Meneer zou willen zitten. Einde van de partij door de opgave van de blauwe. Ik heb vergeten dat je dat bestaat.
Vechters naar midden van de ring voor de prijs uitreiken. We hebben de winnaar door de opgave tegenstander Jelle Soes. Geef ook een sportief applaus voor Hamza Alouche. Goed jongen. Zo rug. Om de schade te beperken hebben we geen aftellen bij de jeugdpartij. En daarom stopt de scheidsrechter deze partij. We hebben een winnaar, de technische knockout, Yassir El Badoul. Geef ook applaus voor de krijger, Bram Beekman. Ja.
Ik heb het niet.
De punten zijn geteld en we hebben twee winnaars. Voor de volgende partij, Luis Rosa in de blauwe hoek en Nabila Fariri in de rode hoek. Hier het was. Yeah!
We zullen Luis Rosa vanavond nog eentje terugzien. Oké, de punten zijn geteld. En de winnaar komt helemaal uit Almelo. Nabila van Nieuwen. Een applaus voor Luis Rosa. Tot zo. Het is de eerste partij, hè? Dus het is gewoon netjes. Come on.
Come on.
op de leven. Leven trap links. Nee, klaar. Links, rechts. Kom maar, nu door. Nu door. Kom maar, we hebben een winnaar en die komt uit de Rode Hoek. Oma Manu. En geef een applaus voor Scott, dat is zijn tweede partij in de avond. Scott krijgt de extra prijs. Nog een keer!
kan iemand beter gaan, want zo betekent het niet aan. Ja? Let er lief, stoten. Ja. Ja. Harde stoten maken. Ja. En wegdraaien. 1, 2, 3, bam, weg. Ja? Luister. 1, 2, 3, weg. Niet blijven hangen. Bam, bam, lopen. No, en wegdraaien. Ja? Dat is al één volg, maak zo maar een middentrap. Ja? Niet te stil blijven staan. Ja, twee eerst. Ja? Nee, dat kan. Ja, dat geeft die andere, die andere is waarschijnlijk nog gedoe. Snelheid, Lois! Nabila Fakiri, wil je ook naar de ring komen? Nabila Fakiri. Van de Scorpius, ook naar de ring lopen. Oké, de punten zijn geteld. We hebben een winnaar en die komt uit de rode hoek, Alicia Gieske. Dank je wel.
Geef een applaus voor Louis Rosa. Vandaag was het haar eerste partij. Heeft de heuvel geknopt. Oké, okay, de dames hebben alle drie twee keer gevochten. De scheidsrechter even mee wachten. De punten zijn geteld. We hebben twee winnaars. Mevrouw Giskes en Fagiri, die hebben beide 4 punten. Applausje voor Leus Rosa. En natuurlijk voor de winnaars, Nabila en Alicia. Dames, maak een goede foto. Samen. Samen. Niet zo bescheiden. Hoba. Maak eens klaar voor de tweede ronde. Klaar voor de derde en de laatste ronde. Alles geven, gooi maar. Laatste ronde.
staan. Rustig staan. Rustig staan. Ademen. Kom op. Ja. Frik. Frik. Anna. Alles naar de kant. Anna, alles aan. Juist. Hallo. Nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Rechts, links, rechts, rechts meenemen. Let aan. Toch aan. Goed zo, ga door, kom aan. Combineer nou, links rechts naar binnen, kom maar. Hup, en trap. Hup, juist. Goed zo, Anna, dat is een hallo, niet stop alleen maar. Hoppa. Boom, ja, en ik hoor. Rechts, links, trap nu. Hoor, alleen maar aan. Brek, stap naar achter. Alleen maar aanvallen, Anna, kom op. Goed. Kom maar, hup, rechts, links, trap, hup. Goed zo, en weer, kom op. Lichaam, juist, en weer. Wacht het op mij, vriend. Maar je ja. Einde, derde ronde, einde van deze partij. Ja. Ja. Bertes naar midden van de ring voor de prijs uitreiken. De punten zijn gedeeld. We hebben een unanieme beslissing. De winnaar komt uit de blauwe hoek, Anne Dekker. We nemen een pauze van ongeveer 20 minuten. We hebben een winnaar. De technische record. Die komt uit de blauwe hoek. Jusuf en Vandoor. Voor de volgende partij. Ensal Osdal in de blauwe hoek. En Ashraf Ayadi in de rode hoek. Rust, rust, aanhalen, aanhalen, plakken, plakken!
Jack Funky, kom op nu! Kees! Midden.
Oké, okay, de punten zijn geteld. We hebben een winnaar, helemaal uit Enschede. Boom, boom, boom! Yeah, lekker! 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 Lekker
Einde derde ronde, einde van deze partij. De punten zijn geteld. We hebben een unanieme uitslag. En de winnaar komt bij de rode hoek. Johan van de Schacht. En natuurlijk applaus voor Mees Rietmeijer. In die competitie toch? Dit is een mini competitie. De vechters komen terug. Scheidsrechter was even minder scherp.
Wat een partij, misschien wel een beetje partij van de avond tot nu toe, of niet, Tatis? Geef beide dames applaus voor de mooie partij! Maar we hebben toch een winnaar, en dat is unaniem uit de blauwe hoek. Hey!
einde van deze partij. Ja, ja! Hey. Ja, ja! Wat een pot, wat een harde vechters. Maar we kunnen maar één als winnaar aanwijzen. Ja, ja. En dat is vechter uit de rode hoek. Jesse Bolling. Au, 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 au. Ja. En ook een applaus voor de trainers en de vechter uit de blauwe hoek. Zijn ze klaar voor de tweede ronde? Ja, kan het echt niet lekker? Kom op! Lekker! Goed zo! Kijk het tijd door! Gaan we weer mee, gaan we weer!
Super. Vecht eens naar midden. De punten zijn geteld en op dit moment hebben we twee winnaars. We gaan Ayoub over twee partijen terugzien voor zijn tweede partij. Kijk, dat is mooi toch? Mooi voet, lekker, heel goed. Oké. Spanning. Thank you.
Jongens, geef ze beide applaus. Beide hier hebben hard voor getraind. Het is een jeugdpartij. Ik zal ze aanmoedigen van deze mooie partij. Thank you.
Help het midden van de ring, kom jongens. Maak ze klaar voor de derde en de laatste ronde. Kom op jongens, midden van de ring. Derde laatste ronde jongens. Fijt! Wel de axel op. Is dat jongen in elkaar zat? Nee, maar is dat achttellen of niet? Dit is achttellen. En de jeugd heeft geen achttellen met de klaar. Jullie beslissen dat. Maar het is goed dat ze weet, want de volgende partij kan ook. Nou, zoals eerder gezegd, bij de jeugd heb je geen achttellen en dan is het direct technische knockout en we hebben de finalist en die komt uit de rode woestijn. Stijn gaat straks uit de blauwe hoek uitkomen in de finale tegen Maxime uit de rode hoek. Eerste ronde. Kom op, kom op, blijf op. Help is weg, ronde 2. Kom op, Ben, kom op! Kom wel. Zet erom, kijk! Hier, kijk! Kijk, de lucht achter de feiten aan! Kom maar! Je laat hem uit de hoek.
Hallo, kom, 5 minuten. Einde tweede ronde. Meneer Smit, help is weg voor de derde ronde. Derde ronde, einde van deze partij. Meester liet mij ook meteen erin roepen. Ja, dat is eigenlijk iets van mij. Ja, dat is toch een vraag. Graag, ik nodig wij ook alvast naar de ring toe. Mees riet mij voor de uitslag van dit bikini-toernooi. Oh, twee plaatsen. Ejoep en Mees. Hey! Ejoep en Mees! Twee. Hoort
thermometer. Zijn vader. Stop!
Oké, fighter. Kijk eens naar het midden van de ring. Hallo. De jurybriefjes zijn geteld en we hebben een winnares. Die winnares staat in de rode hoek. Hey! Rode Ja, dank u wel. De winnaar
voor Fahim El Rashidi. Rek, luisteren. Mooi, netjes, Max. Ja, bijna. Goed, jongen, punt. Stoor nu, boem! Kom, ja, wie is die? Rek, Max. Rek,
Help eens weg, rond de 4. Eén keer omgeven dat je jullie geven, dat zij omgeven. Eén keer omgeven dat je dit doet. Dan vechten. Hij is afstand, hij is bij op 5e en de laatste ronde. Gaat erop, zijn geteld. En we hebben een uitslag. De winnaar staat in de blauwe hoek. Tijn Harder. Ja, dat is goed.
Adem.
altijd snel. Even voor het verre. Helpers weg voor de vierde ronde. Om een prachtige gordel. Ja? Ik wil allereerst
de vechter in de rode hoek en in de blauwe hoek voor een enorm applaus. En we hebben de punten opgeteld en we hebben een winnaar. En de winnaar die komt uit de rode hoek. Maar dames en heren, ook een enorm applaus voor Jay de Gier. Blij speelt met Oreo.